Een hele goede dag mensen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Canada, ronde nummer 7 van het kampioenschap en aflevering 8. En ik ben benieuwd wat Canada gaat opbrengen voor ons. Ik hoop misschien dit keer wel een puntenfinish, want in Monaco vielen helaas uit. Dus ja, hoop ik dat we nu wel aan de finish kunnen brengen. Misschien ook een puntenfinish, maar ik weet het niet. Dus we zullen gewoon zien wat het gaat worden. Kijken of er ook upgrades aan de auto kwamen voor dit weekend. Ik weet het niet zeker namelijk. Als die laat hopelijk. Nou, hier zijn we dus. En zijn er upgrades? Ja hoor. Twee zelfs, dus dat is goed. Ja, Kimi Räikkönen heeft dus de rivaliteit gewonnen, dat weten we dus al lang. Oké, twee zijn dus nieuw. Oké, dan weten we dat dus. Kijken wat dat dan is. Dan gaan we dan gelijk doen naar de kwalificatie hopelijk. Weet je, progress history. Ja, we maken wel stappen. We komen naar McLaren toe. Maar dan de eerste kwalificatie. Hello and welcome from the circuit Gilles Villeneuve, home to the Canadian Grand Prix for today's qualifying session. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Nou, dankjewel David Croft en Anthony Davidson. We zijn dus met onze eigen auto en kunnen nu dus een ronde gaan neerzetten. Hij rijdt er met McLaren naar buiten, hoor ik dat goed, maar dat weet ik niet zeker. En wij gaan er dus ook gewoon uit. Pitlimiter is uit en nu kunnen wij de auto zelf gaan besturen. Dus op het lange rechte stuk, want we gaan een ronde neerzetten. Leclerc heeft voorlopig een 1.11.8 laten noteren. Oh, we komen dicht langs de muur. Over die lastige curbs. Oh, this and next time. Invalided. Invalided. Zoiets. En ja, we raken de muur. Polvleugel dus kwijt. We verloren hem op de curbs. Even in de, kunnen we in herhaling kijken wat er is gebeurd? Ja, dat doen we zeker. De Wall of Champions ontwijken wij dus, maar ja, we glijden als het ware door de bocht. En hier verliezen wij de auto. In de slow-mo. Ja, we driften eigenlijk als het ware en we raken net niet die Wall of Champions. En helaas. Dus we moeten weer terug naar de pits. En dan blokkeren wij daar ook een Mercedes. Even kijken wie dat was. Valtteri Bottas. Was het Valtteri Bottas? Ja, Bottas. Je moet even van de gas af. Dus wij gaan gewoon naar de box en kijken of wij een nieuwe tijd kunnen laten zetten. Helaas wel schade, maar dan kunnen we gewoon kunnen we eigenlijk gewoon doorspoelen of gewoon zo laten gaan. Inmiddels gaan wij een ronde noteren. Onze eerste genoteerde ronde gaan wij dus neerzetten, want we hebben nog geen tijd neergezet helaas door die crash.
Volgens mij zit er een Mercedes achter ons. Zeg ik dat goed? Nee, er zit een... Ik weet niet wat er achter ons zit, maar in ieder geval lang rechtstuk. Helaas P20 op 1. We zetten een 5-4 neer. En we kunnen nog gewoon door. We hebben wel een probleem met MGUH, zie ik. Die zijn nog steeds in het groen, zie ik. Dat is goed. Hoppa. Groen in de eerste sector. We blokkeren daar wel eventjes. We pakken deze buitenkant van de baan. En het is P16. Ah, goed. Dat gaan we zeker doen. Kijk maar, we zijn alweer terug naar de garage. Hier zitten we dus. P16. Spoelen de tijd nog gewoon even door. We gaan nog een outlap beginnen. Met nog 4 minuten en 32 seconden op de klok. DRS hier dus geopend. En we weten dus niet onze tijd te verbeteren. En we zijn zelfs naar de laatste startrij verwezen. Dus Kimi Räikkönen pakt dus ons alweer in de kwalificatie. En nu gaan we gelijk door naar de race. Maar eerst de uitslag van de resultaten natuurlijk. Van de rivaliteiten en de resource points die wij hebben gecollecteerd. Oftewel, verzameld. Nou, in ieder geval de tijd hebben we dus verloren met Team Räikkönen en we verliezen hem ook ten opzichte van George Russell. De resource points, 60 in totaal, brengt ons op totaal op 128 en de reputatie is gezakt. We zijn meer verwezen naar een rookie. Obviously I expected a better session, but these things happen from time to time. Try to make up for it in the race. Nou, we zullen het proberen, Emma. Dan gaan we nu gewoon door naar de race. Sorry. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honor the circuit would be renamed. It's one of the fastest races of the season here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around 60% of this 2.7-mile circuit taken at full throttle. There are 14 corners to navigate, the very last of which has its very own infamous history. Could be the cause of a safety car today. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Why don't we discuss McLaren? What do you make of their performance so far this season? In all honesty, they haven't seemed to get out of the starting blocks at all. From what we've heard in the media, as well as just the general sense around the paddock, I really get the impression that morale is low and probably has been for some time. It's an urgent issue that they need to get on top of as soon as possible. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, with Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Gasly, Max Verstappen, and Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Perez, and Daniel Ricciardo, Butler, Weber, Carlos Sainz, and Stroll, Norris, Grosjean, Kimi Räikkönen, and Alexander Albon, Russell, and the Professor. And now it's time to head down to the track. Nou, dat was dus de grid en de opening voor de grote prijs van Canada. We moeten het voorzichtig aandoen in de eerste bocht. Jeff adviseert ons daar rustig aan te doen vanwege de kapotte onderdelen die daar kunnen ontstaan door de drukte. Want de lampen zijn officieel aan voor de grote prijs van Canada, career aflevering 8. En we zijn onderweg. En wie heeft er een goede start?
Nou, wij in ieder geval niet, want Russell en Albon zijn beter weg. We duiken aan de bek met George Russell en Kimi Räikkönen. Laat hem staan! Oh, illegal overtake. Okay. Dankjewel George Russell, aardig van je. We gaan gewoon een flashback gebruiken. Ik wil nog een keer proberen bij Kimi Räikkönen. Ja, dankjewel Perez. Nog een keer opnieuw proberen. Ja, dankjewel Lando Norris. Opnieuw proberen. Oeh, dit keer gaat het net goed. Mooi zo. Mooi zo, gelukkig. En ja, P17. Oh, we hebben Kevin Grosjean daar nog wel even. Maar die blokkeren wij daar dus. En hopelijk gaat hij wel erg langzaam, Kimi Räikkönen, die naar ons volledig blokkeert. Warning collision with Räikkönen, dat weet ik ook wel. We pakken hem hier even terug en we duwen hem gewoon naar buiten. Want Grosjean die kan nu naar P17 opschuiven. Ja, dat klopt. Vier plekken gewonnen. Grosjean komt, kijkt daar wel even voor P16, maar helaas. Ga je niet naar Lance Stroll toe. Thuisrijden. We moeten wel de druk van Romain Grosjean afweten te weren. We blokkeren daar wel even. En Lance Stroll, die zit daar nog. Lance Stroll. Oh, dankjewel. Dankjewel Stroll. Hartstikke aardig van je. Die moeten dus helemaal opnieuw gaan beginnen. Dit is gewoon een pechgro Grand Prix. Een pechgrote prijs, zou ik hem wel noemen. Ronde nummer 3 inmiddels. Alexander Albon, die gaat eraan. En dat is P19. En de volgende is George Russell in zijn Williams. Moet hier een goede exit hebben. Hebben we ook. Oh, warning, exceed the track limit. Boeien, dit is maar een waarschuwing. Die moet wel worden geopend. Gaan we open niet. Oh, ja. Oeps. Oh. Nou. Ja, oké. Okay. We hebben problemen dus met de auto. We moeten dus naar mix 2, oftewel een standaard fuel mix. We hadden de DRS helaas niet gebruikt. Ik had het even druk met het sparen van de URS. Want ik heb die URS bijna helemaal opgebrand en de fuel ook. Dan rijdt hij wel erg langzaam. En volgens mij heeft Lance Stroll een probleem met de voorvleugel, denk ik. DRS nu wel geopend en Albon zit hier wel te kijken voor P19. Daar komt hij met aanval. En wij slaan die aanval af. Oké, okay, dankjewel Jack voor de informatie. Daar komt Albon weer aan de binnenkant, maar wij blokkeren hem. Oh, blokkerende wielen, want we moeten George Russell ontwijken. En Albon heeft hier geen goede exit. Dan rijden we hier wel naar George Russell toe in de slipstream. DRS is ook geopend, ook voor George Russell. Die heeft hier meer snelheid vanwege de Mercedes motor en rijdt op een zachte pomp uit. Maar wij gaan er eenvoudig langs. Stroll is naar P17 gewezen door Räikkönen en Grosjean. Dus nu kunnen wij hier Stroll aanvallen, maar we moeten even in besparingmodus, want we hebben bijna alles op verbrand. Daar kijken we zelfs bij Lance Stroll, helaas. Hij rijdt wel erg langzaam en Räikkönen heeft het aan de stok met Romain Grosjean voor P16, voor P15, sorry. En Räikkönen is voorbij, ronde nummer 5. Rood in de eerste sector. We zijn dus langzaam. Stroll die parkeert daar gewoon de bus. En nu hebben wij druk van George Russell. Kijk maar, daar zit hij al hoor. Ja, dat doen we ook een beetje. Nou, vond je deze video leuk? Beloon het dan met een like. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 de Career. En voor de tweede Career reageer wat beter kan dan moet worden. En volg mijn sociale kanaal links in de beschrijving. Terwijl George Russell daar ons wel even aantikt. Wat gelukkig goed afloopt. We hebben hier weer DRS van Lance Stroll. Maar Stroll rijdt van ons weg. Ja, en hij valt er ook gelijk Romain Grosjean aan. Stroll en Grosjean. Dat gaat goed. Hoppa. 2-1. 2-1. Dat wil ik niet zeggen. Boeien. Laat maar gewoon. Bottas is out of the race. Virtual safety car en Valtteri Bottas is out of this race. Oftewel, weg van deze wedstrijd. Waar staat hij? Hij staat daar. Oké. Een paar mensen zijn naar binnen gegaan. De delta was rood. Oh, we glijden daar gewoon weg. Ja, het is groen, Jeff. Dus nu kunnen we gewoon naar Kimi Räikkönen toe rijden.
Maar we moeten ook wel fuel en urs gaan sparen, want die is wel erg laag. Hoppa, daar komt Lance Stroll en die vliegt ons gewoon voorbij. Hij blokkeert daar wel. Oh, mooi zo, het gaat goed. Ronde nummer 6. We rijden daar wel even op het gas. En 5.4 langzamer dan onze beste lap. Het gat naar Raikkonen is inmiddels groot geworden. Rich en Hot Lap proberen de verdediging ter verdediging van Lance Stroll in zijn racing point. Hey, Grosjean duikt naar binnen. En wij kunnen langer door, want wij zijn op de medium banden gestart. Wij komen op de super, op de soft geluk. En Albon zit nu ons in onze nek te eigen. Terwijl daar volgens mij Kevin Magnussen terugkomt. Dus zelfs een Perez geluk, sorry mijn fout. Magnussen die moet nog naar binnen. Gaat allemaal niet zo soepeltjes hier in Canada. Ik heb wat moeite met de auto. En ik weet niet of wij hier ook punten kunnen scoren. We hebben wel een klein beetje door. En daar komt Sergio Perez voor de punten. We verdedigen daar wel hard. Oh, we schieten daar wel door. En we moeten deze route nemen. Oh, Perez. We moesten ontwijken voor Sergio Perez. Oh. Even kijken wat er is fout gegaan. Dit is een hele slechte camerahoek trouwens. Slow-mo. Ja, we blokkeren Perez hier eerst. En dan. Dan komen we hier terug. Of raken wij Perez? We raken Perez. Ja, we raken Perez. Het is een hele kleine touché. En daar is de Renault de dupe van. Ja, Nico Hulkenberg. Helaas 0 punten voor ons in de grote prijs van Canada. We kunnen er niks aan doen. Een uitvalbeurt voor de tweede keer op rij. Helaas. Hopen dat het in Frankrijk beter gaat. En Mercedes have pulled off a great victory here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. After an excellent performance in the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. Let's see. Lewis Hamilton wint deze wedstrijd voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Ook in het echt dus. Hamilton had dus ook in het echte race gewonnen. Vettel is dus van pol gestart, wat dus ook in het echt is gebeurd. Deze race is eigenlijk best wel realistisch. Gasly naar de punten, Raikkonen per punten en wij helaas niet. Let's move on to the constructors. Our championship leaders retain their position, but their lead is shrinking. Another team that excelled today was Williams, who made further progress. Williams pakt ook punten door Lucas Weber. Goed gedaan. Be sure to join myself and Ant for more exciting Formula One action soon. Bad luck out there today. Let's talk about it. Some excellent overtaking moves from your former teammate today. Did he learn some of them from you? Reputatie is dus gestegen. Mooi zo. Your car is looking a little beaten up. What happened out there today? You had a bit of a rivalry going on. But it looks like he bested you. Oh, Alfa Romeo Racing reputatie dus gedaald. Hoop dat we dat nog kunnen opbrengen. Sportsmanship dus increased. Mooi zo. Dankjewel, Claire. Great.
Tot ziens. Nou, de resultaten. We hebben dus de rivaliteit verloren met Kimi Räikkönen en we verliezen denk ik ook de rivaliteit met George Russell. Dus we hopen dat dat goed komt, hoop ik. De resource points die na elk weekend worden uitgedeeld voor de upgrades aan de auto. De reputatie is gedaald. Met ons team, ook met andere teams, we zijn meer een rookie geworden. Sportsmanship weer gestegen. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat van een like als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 de Career Mode. En reageer wat beter kan op moet worden. Volg me even op de sociale kanalen. Links zijn in de beschrijving voor Facebook, Twitter en Instagram. Nou, ik zou zeggen, een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 de Career Mode. Dan gaan we verder in Frankrijk. Een fijne dag nog verder. En tot ziens.